Wil jij ook jouw? We hebben weer de kaart. Weer de kaart, hè? Ja! Ideaal, dat? Mag ik? Heb ik ook? Ah! Nee. Nee. Hebben jullie er geen zin meer? Oh, papa! Ik weet niet of ouders zijn die dit doen. We zijn vandaag twee dingen zo bogen gaan. Schrik niet, jongens. Kijk, ik doe het nog. Het allemaal uit de schuur. Zit je met dit in het ding? Eet smaak. Daar was die lang. Nina! Hoor eens. Waar gaan die nog lekker spelen? Wij zijn de Bellinga. Familievloggers en we zijn net uit bed, zoals jullie zien. Ik zie er toch niet uit. Ik ook niet. Kijk, ik ben mijn stoffen vergeten. Oh. Maar dat maakt niet uit. Iedereen die ligt nog in bed en wij waren al wakker. En we gaan vandaag een hele leuke challenge doen. Deze challenge die hebben we van een Amerikaanse kanaal. En ik vond hem zo leuk. Ik dacht, ja, dat gaan we vandaag ook doen. Maakt de dag, de saaie schooldag, misschien net even een stukje leuker. We zitten nog steeds in de coronacrisis. Dus ik geef de kinderen vandaag weer thuisles, thuisschool. Maar om het eventjes weer even een beetje anders te doen dan alle andere keren, dachten we, we geven deze vlog een leuke andere wending. Ja. En Luan wilt heel graag vertellen wat we vandaag gaan doen. Nou, mam. Wat gaat het worden, jongen? Kies er maar één uit. Nou, dit is de... Kijk, pak er nou eentje. Nee! We gaan vandaag de Aas of the Yogurt Challenge doen. En we hebben hier dus van de kaarten... Ik heb een kinderkaartspel gepakt, vandaar dat ze er zo schattig uitzien. Nee. We hebben de Aas. Ja. Oh, ja, dit is de Aas. Deze. En deze staat voor een stomme keuze. Een keuze die mama's maken. Kijk, het lijkt een beetje op een mama, zo kun je het goed onthouden. Deze is een joker, noemen we een joker. En dat betekent een leuke keuze. Ook een tip voor jullie thuis, als jullie in saaie quarantaine thuis zitten te hangen. Jullie weten niet wat je moet doen, of ouders weten niet wat je moet doen om je dag leuk te maken. Probeer het eens een keertje met een stomme en leuke keuze. Dan kom je misschien wat lekker sneller de dag door met een leuke twist. Lucilla, Luxie en Daniel die slapen nog, maar laten we ze maar even gaan wakker maken. Ja, want we zitten al heel erg lang hier. Zo, ik heb iets leuks voor je. Dan ga ik zo rustelen. En de andere kant op. En je mag misschien achter je rug, maar ik doe dat even niet. En dan mag jij er één uitkiezen. Joker is van leuke dingen en aas voor stomme dingen. Ja, dit is de aas. Dan gaan we de joker. De joker die betekent dat jij vandaag een mooie prinsessenjurk aan mag. Maar de aas betekent dat Luan voor jou een setje gaat uitzoeken. Dan mag jij een kaart gaan trekken. En welke kaart het wordt, gaan we doen. Goed? Mama. Hey, Luxie. Kom maar, schatje. Nou, nee, dus kom maar. Nou, oh, ben je bij papa? Ik ga even kijken hoor, even wachten. Hé, hey, waar ben je? Oh, ben je daar? Hey. Was je bij papa? Oh, echt waar? Kom maar bij ons. Kom maar beneden. Gaan we lekker aankleden, goed? Welk denk je? Ja! Je mag een prinsessenjurk aan! Nee, ik wil voor jou een setje. Ja, en ze heeft voldoende keuze, want daar hangen allemaal prinsessenjurken. Ik wist dat wel, want eerst zat een jurk aan die kant. Toen gingen jullie wel heel goed wisselen. En toen was het jou, heel goed. Ja. Nou, kom er lekker uit, goedemorgen, pluisje. Was je met papa aan het knuffelen? Nee? Deze. Die witte. Die dacht ik al, want die draait heel erg mooi. Deze? Met die hakjes. Met die hakjes? En met die mooie. Deze met ze aan. Oké. Ik is in mijn mooie pet opmaken. Ja. Zie? Daar. Wat is Luxie pakt al de hakjes. Wat wil je ook al? Ja, met die hakjes? De hakjes. Met die hakjes. Okay. En met die mooie zilveren hier, kroon. Deze. Met die kroon. Nou, daar ben je een echte prinses vandaag. Kijk eens. Goed zo. Ja, en die hakjes, hè? Mam. Ja? Nu is de tijd voorbij. Oh, oké. Okay. Nu heeft Luan er zelf ook een bedacht. Jongen, wat zei jij? Nou, wat is de joker. Keus, ja? De joker, dat is dat ik de hele dag in deze pyjama mag. Net mijn handen sloffen. Ja? In je thuispak? Ja? Ja. En even mijn haar borstelen. Ja? Luxie wil nog haar gouden schroentjes. Wil jij ook jouw prinsessenjurk aan? Deze. Ja, ook, ga jou ook helpen. Oké, en die andere keuze is dat mama jouw outfit uitzoekt vandaag. Goed? Oeh, spannend. Oké, hier heb ik de kaarten.
Nou, jongen. Oké. Okay. Jij ziet ze niet, hè? En? Yes. Ja, yes. Wat is het? Ik begin mijn thuispak. Oh, nou, nee, jij in je thuispak. Wij zijn weer beneden. Ik heb mezelf ook even aangekleed. Tilla heeft haar mooie prinsessenjurk aan. Doe een rondje. Mij. En jij ook. Wauw, dat is Lucilla's jurk. Luxie heeft ook haar prinsessenjurkje aan. Mooie liefie, mooi. En Luan die wilde in zijn thuispak de hele dag. En nu gaan we naar het volgende en dat is het ontbijt. We hebben weer de kaarten en we hebben weer de volgende keus. Ja. Namelijk ontbijten met... De poes. Tompoes, hè? Die zag mama nog liggen in de vriezer. Nog van afgelopen verjaardag volgens mij. Even lief. Of... Pindakaas met brood. Brood met pindakaas. Wat gaat het worden? Wat gaat het worden? Okay. Mama gaat ze even husselen. Even kijken. Husselen. Kinderen mogen het niet zien. Oké, jongens. Ik heb hier de kaarten. En Luxie die mag nou trekken. Oh nee. Luxie? Nee. Wat gaat het worden, Luxie? Nee. Luxie, wat is het? Ze weet het nog niet. Wat is het? Joker. De? Joker. En wat betekent dat? Tompoesjes. Tompoesjes. Oh, had je die getrokken? De joker. Nou, dan gaan we even tompoesjes eten als ontbijt. Ja, komt, hè? Die gaat er wel in, Lucilla. Dat is een lekker ontbijtje. Is dat lekker? Oeh, schatje. Oh, smullen. Hadden jullie niet liever een boterham met pindakaas? Nee, mam. Oh. Pindakaas is niet lekker. Oh. Ik vond wel lekker pindakaas. Ja. Wauw, Luxie. Ben jij vast op het schoolbord begonnen? Ja. Is mooi. Kijk. Ja, ik vind het prachtig. Kijk. Ik vind het echt heel mooi geworden. Maar wat is het geworden? Wat is dat? Wat is dat? Is dat een achtbaan? Ja. Oh, wauw. Ja, is echt een hele mooie achtbaan. Het is weer tijd voor de thuisschool, de Bellies. Ze zitten weer aan tafel. Ze willen heel graag hun schoolwerk doen. Hoe ideaal is dat? Ze willen heel graag hun schoolwerk doen. Dus de ene is dat ze gewoon lekker hun schoolwerk mogen doen zoals ze het altijd doen. Maar die andere is... Is dat... Jullie. Dat is een verrassing. Dat zie je pas als je hem trekt. Ja, waarom zeg je dat dan? Hutselen. Zo. Niet kijken. Nee. Zo. Oké. Welke gaat het worden? Welke gaat het worden? Jullie hadden gekeken. Nee, we hebben niet gedaan. Hey, we vinden jullie het zo leuk om huiswerk te maken. Ja, jongens. Waarom? Ja, dat mag je doen hoor. Ik vind het hartstikke goed dat jullie ze heel leuk vinden. Ik moet vandaag deze twee boekjes afmaken. Okay. Ik moet deze één boekje afmaken. Oké. Nou, Luan die gaat hier woordjes lezen. Dat vindt hij leuk om te doen. En Lucilla die heeft hier een heel leuk boekje. En dan moet ze klappen of dan moet ze kijken hoeveel lettergrepen bijvoorbeeld olifant heeft. En zoveel sterretjes moet ze dan inkleuren. En als ik dit helemaal af heb, heb ik nog maar twee over. En die heb ik één en die heb ik nieuw. Goed zo, schatje. Nou, ga de opdracht eens maar doen. En Luxie die even rond en dwarrelen. Zullen we dit samen doen? Ja, dat is goed. We zijn bij tocht. Dat gaan we nu lezen. Okay. Eerst gaan we... Tocht. Tocht. Tom, tang, bang. Mooi. En zullen we dit gewoon doen? Samen. Ja. 1. Geurtje. Geertje. Kocht. 1. Mag iets meer. Geurtje. Dat kocht zij bij Kaatje. Nee, man. Kocht zij bij 1. Kraampje. Is er een boek 3? Boek. Hoeveel klapjes heeft boek? Boek heeft 1 klapje. Boek. Even kijken. En hoeveel klapjes heeft varken? Varken. 3. Noem het eens een keer. Varken. 2. Ja, 2 klapjes. Heel goed. Oké, een hele goede morgen namens mij. Ik was weer terug bezig met de was ophangen. Opvouwen en weer de nieuwe was erin doen. Maar ik zie hier dat mijn lieve Bellies
alweer begonnen zijn. Goedemorgen, lieve Bellies. Goedemorgen, is de school alweer begonnen? Ja. Ja, ik hoor het al. Ze zitten hier weer druk aan de studie. Ja. Nou, ik ga de wassen doen. Zijn dit zo? Kom maar met de kinderen. Ja, even. Maandag. Is het Ebbe of is het Ebbe? Kijk maar zelf mee. Hoe hebben jullie tompoesjes gehad als ontbijt? Ja. Nee, dat kan toch niet? Hoe kan dat nou? Het was de jokerkaart. Oh. Ik bedoel, joker en aas. Als aas is het een stomme keuze en een joker is het een leuke keuze. Okay. Het was een leuke keuze. Nou, dat is wel heel leuk op de maar bellies. Maar met huiswerk wouden ze niet, want dan wouden ze echt gewoon huiswerk maken. Dus ja. Dan hadden ze geen keuze. En als school afgelopen is, dan mag verder. Ja, dan gaan we verder. Nou, leuk idee. Ja. Creatief op de bellies, hè? Ik denk, ik ga multifunctioneel inkleuren. Twee tegelijk. Ja, dat is wel een keer zo snel. Ik heb een hartje. Ja, twee zijn dat. Zo, nou, de kinderen waren weer een beetje afgeleid. Ze waren in principe al wel bijna klaar. Maar Leon was nog een laatste werkje voor zijn school aan het doen. Maar ze zijn weer andere dingen aan het doen. Ze zijn hier in het speelhoekje aan het spelen. Lucilla die is volgens mij een tekening aan het... een stickerwerkje aan het doen. En Luxie, wat is Luxie aan het doen? Wat ben je met Luxie aan het doen? En Luxie, wou jij een make-upje op, liefie? En wat heb je op de nagels? Wat heeft Luan met jouw nagels gedaan? Mooi! Zegt ze zeggen, mooi. Heb je mooie nagels gekregen? Wauw! Luxie! Is het afgelopen, de thuisschool? Ja, het was een korte dag. Hebben jullie er geen zin meer in, de thuisschool? Nee. Maar jullie hebben best wel wat werkjes gedaan, hè? Oh, wat gaan we doen? Zo. Wat gaan we doen, jongens? Luxie. Was dit de bedoeling? Luxie zit op de make-up stoel. Luxie, make-upje op. Daar. Op jouw wangetje. Echt waar. Ja, en daarna krijg je nog een mooie roze. Oh, kijk toch. Lekker roze wangetje. Een mooi roze wangetje. Eén. Met wie ben jij aan bellen, Luxie? Papa. Met papa even bellen. Is alles goed met papa? Luxie, waar? Met papa? Papa is boven aan het werk, schatje. Ja, boven aan het werk. Ja, goed even bellen met papa. Ja, Luxie. Ja, daar is papa. Ja, klopt, liefie. Ja. Wat zeg je allemaal tegen papa dan? Lux. Schatje. En als mama even niet oplet, zijn ze weer aan het iPadden. Zo, wat zijn we aan het doen? Kijk eens, ik heb weer een leuke opdracht voor jullie. Heb je daar zin in? Want dit stond niet op het lijstje. Nee. Wacht, de joker is blijft iPadje en de andere is voor de mama luisteren. Dat gaan we doen. Oké. Okay. Ik ga er zo eentje met jou, goed? Ja. De joker is mag blijven iPadden en de aas is we gaan iets anders doen, goed? Oké, okay. Hussel. Even kijken. Ja. Oké, okay, trek er maar een. Dit was echt een heel slecht idee, kinderen, om dit vandaag te doen met jullie. Ja. Want als ze een goede keuze hebben, vinden ze het leuk. Ja. En als ze een slechte keuze hebben, gaan ze huilen. Ja, vind ik een beetje raar. En wat nou als mama iets heel leuks bedenkt, wat je echt niet wil missen. Ik weet niet of ouders zijn die dit herkennen. Hebben we hier ook wel eens last van. Maar goed, ik wil toch echt dat we wat gaan doen, jongens. Kom. Hebben wij weer vrede gesloten? We hebben vandaag allebei knot. Kijk maar. Zie, we zijn vandaag twinning is winning. Zonder dat we het door hadden. Maar met zonder jurk, mami. Met zonder jurk. Zonder jurk, ja. Ik heb een broek aan. Maar mama heeft niet jurk. Dat vindt mama niet zo praktisch. Het kennen gemeen. En maar liefie, zullen wij ze... Nee. Dat is wel lekker. Hey, zal mama eens even iets leuks gaan bedenken weer? Ja. Want we hebben gezien onze tuin, kijk, onze achtertuin, is echt één grote zooi. Het is echt niet te doen. Onze voortuin is trouwens ook één grote rommel. En nu het voorjaar begint te worden, willen we toch een beetje wat eraan doen. Ja, we gaan, ja, dat doen we in een andere vlog, oké? Dat gaan we een andere keer. Maar we willen toch een beetje onze tuin gaan opruimen.
Dus mama heeft weer twee opties voor jullie. Wil je meedoen met de opties, Lur? Ja. Of wil Lucilla alleen doen? Ik kan alleen doen. Oké, dat mag gewoon. Ja, wil jij er eentje trekken? Nou, even kijken. Plof op de bank. Doe ik zo. Oké, optie 1 is de niet leuke optie. Is dat jullie gaan mee... Je mag ook kijken hoor. Okay. De niet leuke optie is dat jullie gaan meehelpen de schuur uit te mesten. De schuur. Jakker. Ja? De leuke optie is dat jullie met iets wat jullie in de schuur vinden, mogen gaan spelen. Oh, oké. Okay. Ja? Oké. Gaan we eens even door elkaar husselen. Hussel, 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 hussel. Ik ga toch hem even mee helpen. Ja, maar Lucilla mag hem trekken deze keer. Goed? Oké. Okay. Oké, wat gaat het worden? Wat gaat het worden? Nee, ze mag zelf kiezen. Ja, ja. Ah, jongens! Jij! Ja, ja, ja. Dat ik heel goed ben gespeeld. Dus nou, als je moet uitkiezen... Nou, iets uit de schuur. Als ik dan... Ja, maar dan gaan we eens even naar buiten, want jullie hebben nog niet gezien hoe de schuur eruit ziet, of wel? Nou, Daniel die komt ook mee helpen. Want de schuur is één grote... Wat doen jullie nou weer? Zijn jullie op het klimrek geklommen? Ik zie het met de hakjes. Ja, zie je het, Luxie? Ja. Of wil je op de trampoline, liefie? Luxie wil op de trampoline met de lange jurk. Nou, klim er maar op. Goed zo. Klim er maar door. Ja, gaat het goed? Ja. Ja, die hand er doorheen. Ja, wow. Ja. Goed zo. Ga maar springen met je lange jurk. Goed zo. Boom. Schatje. Daar hebben we vader ook. Dus even kijken hoe de schuur eruit ziet. Schrik niet, jongens. Tada. Je kunt gewoon echt letterlijk niet meer in de schuur. Helemaal volgebouwd. Nou, jullie mogen dus iets uitzoeken uit de schuur waar jullie mee mogen spelen. Jullie hoeven niet mee te helpen. Luxie die vindt het trampoline leuk. Luxie vindt het glijbaan ook wel leuk, denk ik. Luxie, glijbaan komt eruit. Ja. Wil je met de auto spelen? Ik wil iets anders. Ja, iets anders. Ja, we gaan maar wat uitzoeken. Ja. Wil je eruit? 1, 2. Oh. Kijk eens, je glijbaan. Daar, je glijbaan. Zag je slopen met de jurk? Oh. Ja, dit is alle koude kleren, ja. Ja, die zet maar boven neer. Als daar nog plek is. Waar wil jij mee spelen, Lucilla? Auto. Met die auto? Oké. Okay. Hey, kijk dan hoe erg. Dit zijn gewoon de kerstspullen. We hebben veel te veel spul. Allemaal kerstspullen nog. Een oude stoel die kan eigenlijk wel weg. Nog meer kerstspullen. Je verzamelt zo heel wat spul als je de kids hebt. Gewoon heel veel rotzooi. En niet zo'n grote schuur. En iedere keer in de winter, iedere keer als we te veel hebben, dan zetten we dat in die schuur neer. En dan zeggen we, oh, dat zoeken we in het voorjaar wel uit. Nou, en het is nu voorjaar, dus nu moeten we er toch echt even aan geloven. Luxie heeft de glijbaan gevonden. Ga jij hiermee spelen? Oh. Nou, het valt er allemaal uit. Kerst, vuurwerk. Luan, wil je met vuurwerk spelen? Ja. Nee, grapje. Kijk, de auto. Daar wou Lucilla ook mee spelen. Kijk, eens, je auto. Zo. Luxie erin. Luxie is helemaal gek op de toet. Ja, is helemaal gek op de toet. Ik ga even de onkruid doden. Oeh, dat is een heel fijn jongen. Ja, er groeit van allerlei onkruid in de tuin weer. Ja. Nou, toetoe. Dag, Luxie. Goeie reis. Wie wil er met een skippiebal spelen? Hé, hey, Lucilla. Dat is de unicorn skippiebal. Weet je dat nog? Van vorig jaar. Kijk, hij doet het nog. Oh. Heb je een pop in de auto gelegd? Ja. Kwam er nog een pop uit de schuur? Van mij. Ja, van jou, hè? Wat er allemaal uit de schuur komt, joh. Dat is niet te geloven. Heb je ook nog een tentje gevonden voor de hondjes? Een tippietent. Een mat. Nee, maar het is geen tippietent. Het is voor een hond. Nee, dat is een tippietent. Oh. En Luxie die heeft hier al een tentje gevonden. Bij de honden. Moet die dicht? Waar zijn Woesel en Pip? Oh, die zitten er ook in. Ah, Woesel. Woesel wil er weer uit. En Pip zit daar ook. Even Pip, dat wel lekker. Pipje. Amai. Ja, zit je met Pip in het tentje? Wat is gezellig. Enkel. Ja, moet die dicht zo? Zo. Nou, Luan en Lucilla zijn onkruid aan het wieden. Met een pennetje tussen de groefjes door. En dan pluk je het eruit. En dan moet je proberen met het hele worteltje
hem eruit te halen. Dat is nog af en toe best een uitdaging. Kijk, die alle worteltjes eruit doet. Yes, ik heb de hele en dan wortel in de bak doen. Goed zo. We zijn dan zo dat we erin kunnen staan. Ja. Alleen we zijn er nog lang niet. Ja. Hey, mama. Dat is niet normaal. Ja, liefie, wat zie jij? Ik zie iets. Wat zie jij? Dat. Ja. Oh ja. Dat is ook inderdaad iets wat al. Oh, leuk. Doordat we zo'n ontzettende rommel in de schuur hebben, vergeet ik wel eens dingen. Ja, dit was volgens mij een verjaardagscadeautje. Ja, niet kijken. Waarvoor was het ook alweer? Ik weet het niet eens meer. Verjaardagscadeau? Nee, die heb ik wel zelf gekocht. Die heb ik niet gekregen, die heb ik een keer zelf gekocht. Ja. Een iPad! Nee, dit is een iPad. Dit is alleen een doosje van een iPad. Oh. Oké, okay, wij zijn weer binnen. Ik kijk. En het is tijd om te lunchen. En de kinderen zeiden, ja, dat wordt weer een keuze. De joker. Dus wat gaan we doen? De joker is snoepen. En steekse is voor gezond eten. En die is gezond. Oké, dus een gezonde boterham. En dit is een en dit is ook nog een hele kopje thee erbij. Want daar heb ik zin in. Oké, dan gaat mama even hutselen. Even kijken, ogen dicht. Even kijken. Hutselen. En ja, oké. Oké, ogen dicht. Oké, en trek er maar één. Oh. Nee, ik vind het helemaal niet leuk. Jullie hebben iedere keer doen jullie gewoon de joker. Het is helemaal niet meer leuk. Deze, jullie moeten gezond eten. Nee! En weet je wat we kunnen doen? We kunnen een gezonde boterham doen met iets lekkers erop. Nee. Wat dan? Snoep? Gewoon snoep. Echt gewoon alleen maar snoep? Ja, een lekker kopje thee. Een lekker kopje thee? Nee, ik ga gewoon een lekker boterham eten. Ah, oh, verstandig. Met fruithagelslag en een kopje thee. Fruithagelslag, dat is een koekje. En een koekje? Maar, en jij, wat wil jij dan snoepen? Ik ga even op snoep. Jij gaat echt voor snoep? Ja, echt voor snoep. Je gaat lunchen met snoep? Ja. Maar ik vind het zo misverstand. Ja, echt oké. Okay, ja, het was de joker. Oké, okay, nou, dan gaan we de lunch pakken. Ik ga gewoon... Gaan we de lunch op tafel zetten. Ja, ik heb het ook poes. Oh, poesie. Nou, eet smakelijk, Lucilla. Goud. Eet smakelijk met je paasuitjes. Nou. Wat heb je nog meer, jongen? Een dropje. Dit is 1 euro en dit is... 20 euro! Yes! Mijn drop. Nou, Luxie die is nog bij papa buiten. En dus ik heb 21 euro. En daar kunnen we mee rekenen. Kun je mee rekenen? Ik ga even deze ballon plassen. Luxie, wil je wat eten? Zonder boterham? Echt, wil je echt geen boterham, liefie? Nee. Een lekker boterhammetje? Mag ook met haalslag. Eentje dan. Kijk eens, en ter compensatie hebben ze een glas. Water. Nu even geen dropjes meer, maar even de boterham opeten, goed? Doe de dropjes maar even weg. Maar jij hebt ook een dropje, ja. Ik had even een dropje gegeten, ja, maar ik ga nu ook een boterham eten. Nou, Sil, als je zo meteen je bord paasuitjes op hebt, wil je dat toch nog een boterhammetje? Dat is dan wel lekker, hè? Hoe vies. Je mag ook kiezen. Nou, ook een boterhammetje voor Luxie, maar zo te horen is Luxie nog buiten in de tuin aan het spelen. Ja. Dus daar was die lam. Lag in een kerstdoos. In een kerstdoos. Ik weet niet of je dat ging ons al heel lang vanaf kerst volgen. Ik was die lamp kwijt. Die had ik met kerst, had ik die even, blijkbaar even opgeruimd. Maar die stond iedere keer daar. Die heb ik nu weer gevonden in de schuur. Ik ga nu kijken of vind je nog eens wat? Bewaren, ja. Ik heb 4 kerstdozen. Luxie is nog steeds lekker in de tuin aan het spelen met de popjes. Luxie, kom even een broodje eten, liefie. Nee. Nee, wil je geen broodje? Mm. Ben je zo druk met de popjes bezig? Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Dus even kijken, het staat nu allemaal nog buiten. Maar, oh, we hebben een kerstman hebben we hier nog staan. En het babybord staat er nog. Maar, kijk, het ziet er alweer een stuk beter uit, Daan. Ja. Je fietsen, kun je ook weer mee fietsen? Kon je eerst ook niet mee fietsen, omdat je niet kon pakken? Ja, klopt. Nou, heel goed gedaan. Kijk eens. Ja. Geen een stukje broodje? Ja, die is lekker, hè? Waar ga je met de kerstman naartoe? We hebben een nieuwe pop gevonden. Nog één, kijk eens, nog één. Alsjeblieft. Jij ook nog één. Kijk eens, nog één. Alsjeblieft. Kijk, dit begint er alweer een beetje op te lijken. Ja. Zo, inmiddels hebben wij de tuin helemaal
spik en span daar gemaakt. Maar kleine Luxie, die wordt een beetje moe. Dus ik ga even Luxie in bed brengen. Mm-hmm. Hey, jongens, willen jullie verder met de Aas of de Yoghurt Challenge? Ja, ja. Oké. Okay. Maar ik weet het gewoon niet. Je wilt er één voor Lu aan bedenken. Oké, okay, dan zet ik hem hier neer. Ja. Ik heb er één bedacht en zometeen ga jij doen. Want je moet nog even nadenken, hè? Ja, nou. Nou, het slechte nieuws. Ik zet buiten een muziekje aan. Niet echt zo hard en niet zo zacht. Mm-hmm. En dan gaan we gewoon lekker spelen. Maar soms de stopdans. En de joker is, dat is het leuke, dat jij het zelf mag raden wat je maar wil. Ja? Ja. Ben je er klaar voor? Ja. Dus je moet voor de joker gaan. En ik hoop voor de andere... Oké. Okay. Voor... Pak maar. Nina, camera kijken. Ja. Dit. Wat lijkt je dan leuk? Nou, dat we daar zo gaan buiten van een lekker spelen, wat je wil. En dan de K3 opzetten? Nou, geen muziek. Nee? Oké. Okay. Nee. Nou, maar wel muziek gewoon voor de leukigheid, ja? Ja, voor oké, okay, nou, ik kom maar aan. Ik pak even de box. Ga jij alvast lekker spelen? Ja. Nou, dus dat is blij met opgeruimde achtertuin, hè? Ja. Heb je die ook weer terug? De zomer kan weer komen. Zo, en Lucille, help op het gras maar. Gaan we naar voren, zat? Ja. Hey, zat in een kuiltje. En dan gaan we. Lange baan. Zachtjes, hè? Hoor eens. Geweldig, kinderen. En tadaa, helemaal gemaakt. Super, Zilla. Bedankt voor het gras maar, hè? Alsjeblieft. Lekker drinken. Kom op. Dat is de beste. Zo. Hey, Lucille, bedankt voor jullie ontzettend goede hulp. Met ons voor- en achtertuintje. Ik heb hier een lekker ijswaterje. Wow. Kunnen we even afkoelen, hè? Want ik heb het tweede op de rug staan, Zilla. Wat jij? Het tweede grasmaaien en het bezemen. Proostje, hè? Onze tuintjes zijn zomer klaar. Zo, Lucille zit lekker even aan een pistasnootje. Hey, Lucille, zullen we vanavond lekker verse pizza gaan eten? Ja, 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 ja. Nou, waar gaan we hier op de lekkere verse pizza van maken? Ik heb Turks brood, tomatenpuree, verse tomaten, paprika's en gesmolten kaas. Oh ja, en dan nog een server laat. Ik ga de donkere was nog even ophalen, oké? Okay? Ja. Tot zo. Ja, de donkere was aan de lijn. Zo, Luxie is inmiddels weer wakker. Volgens mij hebben we hier een discofeestje in de tuin, of niet? Nee, man. Ja, lekker aan te spelen. Ja. Ook sporten in de tuin, heel goed. Beweging is belangrijk natuurlijk, hè? Luxie is ook weer wakker. En de Luxie. Hallo. Nou, zal mama de pizza maar even klaarmaken dan? Mama zit hier de pizza te maken. Ja, succes. Ja. En we gaan hier naartoe. Hé, hey, papa. Wat ben je hier aan het doen? Hé. Hey. Hé, hey, wat leuk. En wij zijn daar mooi het dansje aan het doen, hè? Mooi. Zet even een ietsje harder. Zo. Doordansen, hè? Ja. Ja. Mooi. Veel zin, Lux. Ja? Gewoon springen. Kijk dan. Hé. Hey. Wat goed, Lux. Kom ik er al bij? Oh. Wat doe jij? Ja. Kom je dat er ook nog lekker bij? We gaan hier nog lekker springen. Hey. Zo, kijk eens. Wilt er iemand nog een lekker groentetje? Zo klein. 1, 2, 3. Ook eentje? Zo groot. Ja, graag. Luxie ook? Lux? Oh, Lux hier. Luxie? Luxie ook? Oh, je hebt je mond al vol. Goed zo, schatje. Oh, dat was even lekker genieten. Dus je hebt toch maar jouw thuispak uitgedaan. Ja, weet je hoe heet het was? Ja, maar het is vandaag 23 graden. Is dat zo? Ja, 23 graden is vandaag. Ik had het op het weer gekeken en het was 23 graden. Mag wel. Wist je wat we gingen doen? Zo, lekker ja? Aan het sporten. Waren jullie aan het sporten? Ja, kijk dan. Ah, we hebben een lekker muziekje aan. Het. Vandaar dat jullie jurk en jullie thuispak uit. Ja. Ja? Oh, ja. Zie je het? En mam,
Weet je wat goed is? Heerlijk, nog even zo in het zonnetje, jongens. Zo lekker. Nou, dit mag voor mij wel aanhouden, dit. Ja. Ja. Luxie kan ook heel goed springen al, hè? Ja. Goed maar. Luxie kan echt zo, maar nu kan ze zo. Ja, ga maar springen, Lux. Waar is de skippybal? Handje? Ja. Goed zo. Goed zo. Ja. Oeh, boem. Schatjes. Oh, ben je aan het opdrukken, kerel? Spierballen kweken. Even. Ja? Maar je moet eigenlijk dat je kippendijen erop zitten. De kippen. Is een heel kut. Oké, dan gaat hij. 1, 2, 3. Ja hoor, ja hoor. Hey, ja, ik heb hem. Zo, meisjes, komen jullie lekker pizza eten? Nou, we zullen hier, jongens. Voor de eerste keer we eten in Achtertuin, hè? Top! Vond je het weer een leuke vlog? Even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en een dikke belletje. Dan zie je morgen weer. Top morgen! Voeg je hart, boem boem bree. Feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem bree.